Het is zondagmiddag, een uur voor de derby van het noorden tussen FC Groningen en SC Heerenveen, als een oude bekende het spelershome van FC Groningen betreedt. Oh ja, hey. Hoe is het met jou? Goed jongen, met jou ook? Ja? Hartstikke leuk dat je hier bent, man. Ja, ik ben hier met een nieuweling. Ja, Tiebling. Ik had het gehoord, ik had gehoopt dat je zou komen. Frederik Stenman brengt samen met de nieuwste aanwinst van FC Groningen, Simon Tiebling, een bezoek aan Euroborg. Hartstikke leuk. Dat is een nieuweling. Hallo. Oké. Welkom. Kan je waar mag. Oké. Goeie gast. Oké. Goeie keer. Goed zo. Oké. Daar hebben we geen problemen mee, hoor. Hey. Frederik Stenman speelde tussen 2007 en 2011 143 wedstrijden voor FC Groningen. In die 4 jaar groeide de Zweedse linksback uit tot een van de populairste spelers van de FC. Nu is het raak. Stenman kopt de bal achter Levita. Goed gekapt. Goede voorzet ook. En de kans voor Stenman, die toch eigenlijk vrijwel nooit scoort, maar dit seizoen aardig op dreef is wat dat betreft. Ja, goed gegeven zeg. Stenman, weer een goede redding van Coutinho, maar dan zit hij er in tweede instantie alsnog in. En staat Groningen weer op voorsprong. Ik heb 4 jaar voor deze mooie club gespeeld en dat zal altijd in mijn hart blijven. En zo is het. Het voelt als thuiskomen. Raar genoeg, want ik ben een Zweed. Maar toen je wegging, zei je ook al van, ik ben wel ook een beetje Groninger geworden. Ja, zeker. Zeker, absoluut. Ja, daar ben ik nog steeds hoor. Ik volg de club via internet. Ik kijk naar redelijk veel wedstrijden. Nu ben ik sinds 4 maanden vader voor de eerste keer. Een dochter, dus dat wordt een beetje moeilijk. Maar ik heb wel heel veel wedstrijden gezien van FC Groningen tijdens 3 jaar. Ja. Hoe is dat om vader te zijn? Het is anders. Ik ben veel minder egoïstisch. Ik denk alleen maar wat is goed voor mijn dochter. En, dat is een ander leven hoe nu begint. Ja, leuk dat je nu even hier bent. Ja, dat is leuk. Ken je nog jongens van Delft wel? Michael, Kiftenbel, ja. Rasmus, Wingreen, Tom en Erwin van der Looy. Ja. Stenman vertrok in 2011 naar Club Brugge, waar hij 1,5 jaar lang werd geplaagd door blessures. Eenmaal weer fit kwam hij in zijn 3e jaar in Brugge echter niet aan spelen toe. Club Brugge heeft mij heel slecht behandeld. Ik heb in 1 jaar tijd geen enkele minuut gespeeld voor de eerste elftal. Maar er liggen nog andere redenen daarachter dat ik liever niet over wil praten op dit moment. Volgens mij heeft het absoluut niks met mij te maken, met mijn persoon of met mijn kwaliteiten aan het voetbalspelen. Het had met andere dingen te maken, zoals contractsduurtijd en dat soort dingen. Maar ja, oké, dat ligt nu achter mij. En nu speel ik voor Djurgården in Stockholm, dezelfde club waarvan Simon Tiebling komt. En ik probeer zoveel mogelijk te genieten van het leven en van het voetbal. Straks zie je meer over het bezoek van Stenman en Tiebling aan Euroborg. Hey, Mickey Doer! Goed man, hoe is het met jou? Goed. Ziet er goed uit man. Oh, dank u. Jij ook hoor. Mooi. Jij hebt Simon meegenomen? Ik heb Simon meegenomen. Simon, welkom jongen, welkom. Dank je wel. Alles goed? Really good. Ja, oké. En een vriend van ons. Vriend van jullie? Hoi. Mick Dusink, FC Groningen. Welkom. Dank je. Ook een voetballer. Ah, wat leuk. Freddy. Meneer in Nederland. Leuk om je te zien hoor. Leuk je te zien. Frederik Stenman brengt samen met Simon Tiebling een bezoek aan Euroborg. Oud-FC Groningen-speler Stenman laat zo de nieuwe aanwinst van de FC, Tiebling, kennismaken met de stad Groningen. Heb je Simon een beetje wat kunnen laten zien van Groningen? Ja hoor, wij kwamen redelijk laat aan gisterenavond. Maar ik heb hem de stad laten zien gisteren en ook vandaag. Waar hij goed kan eten, goed kan lunchen, dat soort dingen. Ja. Is onze nieuwe speler. Applaus, mag best wel. It's a nice town. It's not so big like Stockholm, but it's a big town and much more bigger than what I think. It's a good town. Many people live here and everybody is kind. So looking forward to live here. En natuurlijk ook een bijzonder welkom voor Freddy Stenman. Freddy, kom even voor dichterbij. Wie kent hem niet meer? Wie kent hem niet meer? Onze linksback hier in het Euroborg stadion. We hebben hem ooit van Bayer Leverkusen gehad. Taric nog niet echt losgekomen, maar dit is wel weer een aardig paasje op Stenman. Met rechts, ja, 2-0!
als je nu terugkomt na 3 jaar en je ziet alle blije gezichten op de mensen hier, hoe rond en in de club werkt. Iedereen vindt het heel leuk om mij weer te ontmoeten. Natuurlijk krijg je dan een gevoel van, had ik eigenlijk weg moeten gaan. Maar oké, ik heb de beslissing genomen en dat is nu eenmaal zo. Misschien keer ik terug, ooit, in een andere functie, wie weet. Ja. Technisch directeur? Trainer? We zullen het zien. Maar wat ik wel kan zeggen, is wel dat ik hou van deze mooie club. Echt fantastisch.